Voor mijn roman Verloren Levens heb ik mij gebaseerd op een waar gebeurd oorlogsverhaal en collaborateursdrama. Het is de geschiedenis van een piepjonge vrouw, Mimi Jongbloed, die wordt afgestuurd op de leider van de Zwarte Brigade, die ook vertrouwensman is van de Duitse spionagediensten. Vandaag neem ik u mee op een trip door de stad Gent, naar bepaalde locaties die belangrijk zijn geweest in het leven van Mimi Jongbloed en Herman Noten. Het gebouw dat u achter mij ziet, dat in heel belabberde toestand is vandaag, was het vroegere Crédit Anversois. Dat was de vestiging van de geheime veldpolizei tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat was een dienst die verzetstrijders opspoorde, saboteurs, die hier dan werden verhoord en waar het niet altijd bepaald zachtaardig aan toe ging. Dus achter deze muren is gemarteld. Mimi wordt vanuit het oude gebouw van het Crédit Anversois in een auto gezet en onder toezicht van twee bewakers weggebracht naar de nieuwe wandeling. Het hoofdpersonage Herman Noten kwam hier vrij regelmatig naartoe, omdat hij werkte als vertrouwensman voor de Abwehr, de Duitse contraspionagedienst. Ze begrijpt dat het proces een formaliteit zal zijn, net als haar verhoor door de geheime veldpolizei. Het vonnis staat vast, de bijl kan vallen. De wekelijkse elfurenmis in de Jezuïtenkerk is een onderrondje van de Gentse elite. De pater kent zijn publiek. Het zijn de heersers. Ze hebben de pitten en de pruimen, bezitten de aarde en oogsten de vruchten, houden het kapitaal in de ene en de productiemiddelen in de andere hand. Wat hij zegt is van ondergeschikt belang, zolang hij zich maar uitdrukt in Gods eigen taal, waarmee zijn gehoor zich onderscheidt van het Vlaamse gepeupel en zijn smeuïge dialect. Taalverschil is standenverschil. Aan de ene kant tellen ze hun huizen, aan de andere kant hun luizen. In dit middeleeuwse gebouw achter mij was in de vorige eeuw een hotel gevestigd met een toprestaurant. In het bijgebouw was een deel van de veldgendarmerie ondergebracht. Als Mimi de morgen daarop het hotel verlaat, is zij in de war. In die ene nacht heeft zij meer geleerd over macht en mannen dan in alle andere liefdesnachten. Ze wankelt op het slappe koord tussen haat en liefde voor deze man, maar weet met stellige zekerheid dat ze hem wil terugzien. Hier werd Mimi Jongbloed door haar minnaar, een Duitse oberluitenant, neergeschoten, waarop de man zelfmoord pleegde. Ik kan u een interessante historische reis aanraden aan de hand van dit boek. U duikelt helemaal weer in de geschiedenis, de gebeurtenissen tijdens de oorlog en de gevolgen daarvan.